Kijk, het landbouwakkoord zit natuurlijk vol met vaagheden. Heel veel verplichtingen voor boeren, maar eh, heel vaag wat ze, het verdienmodel eh, wordt. Ik vind dat dit de basis zou moeten zijn. Want ik denk maar, als partijen met zoveel verstand van zaken de afgelopen maanden tot dit soort voorstellen zijn gekomen, dan gaan we dat in Den Haag echt niet beter bedenken. Want er zitten echt wel, wel goede bouwstenen in het, in het akkoord. Dat we het ook daarover hebben gehad en hoe we daarna op verder gaan bouwen. Want anders hebben de mensen thuis hier helemaal geen fluit aan gehad vandaag. Het, het, is, het ziet er goed uit, uh, heb ik steeds gezegd. Het heeft heel veel goede elementen en we moeten zorgen dat we er ook niks, niet voor niks zo langs hebben uh, we onderhandeld. Er zijn ook heel veel partijen die zijn aan tafel gebleven omdat ze ook door wilden onderhandelen om er toch met elkaar uit te komen. Uh, ook uit respect voor die partijen vind ik het belangrijk dat we toch ook grote elementen van het landbouwakkoord beslist overnemen. Toch, uh, jullie zeggen ook uh, 2030, 2035, het is nog een beetje een discussie. Uh, wat willen jullie nou? Het gaat heel erg over het jaartal, maar wij hebben altijd gezegd we willen best ambitie tonen. Maar alleen als uh, we zeker weten dat de sector en de provincies dat mee kunnen maken. Dat we straks een sterke sector met perspectief hebben. En de maatregelen die wij nodig hebben om een ambitie te halen, zijn allemaal niet gelukt. Tot op de dag van vandaag niet. Ja, dan moet je zo realistisch zijn om te zeggen, nou dan was die ambitie misschien ook niet zo verstandig. Jullie insteek blijft 2035. Dat zou heel goed kunnen dat we daarop uitkomen. 2030-2035, ja, die ligt nog zover in, in, in het vooruitzicht. We willen vandaag aan de slag. Nou, daar willen wij, uh, ook, dat willen wij ook kracht bij zetten. Vandaag aan de slag en daar gaan we het kabinet om vragen. Wij willen heel graag dat de boeren, zeg maar, gewoon die, hè, met die doelen kunnen aan de slag kunnen. Dat er uh, meer geld komt voor innovatie. Nou ja, ik hoop dat dat deze zomer wordt uitgewerkt. Hoe krijgen we die afrekenbare stoffenbalans nou dichterbij? Hoe gaan we ervoor zorgen dat die boer zelf aan het roer van zijn bedrijf staat om met managementmaatregelen die stikstofammoniak te gaan verminderen? Ja, daar hebben boeren volgens mij behoefte aan. En dat is wat mij betreft de inzet van de VVD vandaag. Ja, dus op pijnpunten hakt u nu gewoon zelf de knoop door? We gaan het zien de komende periode.